De poorten zijn nog gesloten achter me op het nagelnieuwe metrostation Steendijkpolder in Maassluis. Morgen vanaf 12 uur gaan de poorten open en tot 8 uur 's avonds kan iedereen gratis meerijden op het nieuwe tracé. En dit is het paradepaardje. Het enige nieuwe station op de Hoekse Lijn. In de toekomst natuurlijk nog het station aan het strand. Maar de Steendijkpolder glimt en blinkt en is klaar voor de opening van de Hoekse Lijn. Klein stukje verder, maar ook dit is de Hoekse Lijn. Ik ben geen treinreiziger. Ik heb de laatste keer erin gezeten, dat was in 1963 met de Elfstedentocht. Nee, echt waar? Dat is dus de laatste keer geweest. Uit de hoek vandaan, ja. Naar Leeuwarden toe. Ja. Het was een geweldige dag, een dag om nooit te vergeten. U heeft dus die Elfstedentocht toen gereden? Ja, heb ik gereden toen, ja. We waren rond 11:30 binnen. Wauw, de hele dag geschaatst. De hele dag geschaatst. Ja. En was het echt zo bar en boos? Het was heel, heel erg. Ik had een maat bij me ook. Die is halverwege afgestapt. Die was steken blind. En ik had zo'n knie tenslotte. Ik was gevallen op een stukje ijs. Nou ja. Want ik heb de laatste 10 kilometer, 15 kilometer niet meer gereden. Nee. Daar hebben ze me af moeten halen. Oh, echt waar? Ja, ik kon niet meer. Dus u heeft geen kruisje? Nee, ik heb geen kruisje. Nou, maar wel een tuintje. Daarom, dat vind ik veel belangrijker. Hé, maar ga lekker verder met oosten. Ik ga het nog een met die plukken nog. Ja. En dan ga ik weer naar huis. Nou, wellicht zie ik u zaterdag gratis op de metro. Misschien en anders. Als mijn vrouw mee wil, tenminste. Ik ga niet alleen liggen. Nou, wie is er nou de baas thuis? Ik niet.